Welkom. Dekst Radio Zomer. Zomer. Met bekende Vlamingen. Verlangen naar dat ene moment. Als nooit tevoren. Jij kon als geen ander. Mijn gevoelens doorboren. En dan nu in jullie ultieme top 20 op nummer 10. Live bij ons hier in de studio. CDV. Met het mooiste wat bestaat. Ja! Wat verbaasd, keek ik haar even aan en dacht meteen, dit zit wel goed. Wat zij ook verder met me doet, ze is een bijzondere. Heel eerlijk antwoorden, ik ben niet zo gemakkelijk op dat vlak. Maar een man met humor kan al ver geraken. Ik zeg niet hoe ver, maar humor is zeker belangrijk. In een relatie. Dus humor, onthouden, hè? Humor, ik schrijf het straks op, ja. En dan nu. Moza. En ze zijn met meer één nachtje samen met jou. Dat had ik niet verwacht, schat. Je lachte en je zei zacht. Één nachtje samen met jou. Ik had nooit gedacht dat zij daar op was. Hey, ik heb net een hele leuke chatsessie achter de rug. Ik heb heel veel mensen leren kennen. Mensen die zeggen dat ze zullen komen kijken naar mijn optredens. Mensen die ook hebben beloofd om Sophie te steunen in Miss Belgium Beauty. En daarboven hebben we ook nog een heel leuk cadeautje gekregen van Tobi. En zo kan ik Niels eigenlijk heel de tijd bij mij aan de lijn houden. Aan de lijn? Het is allemaal aan het lijntje houden als het ware. En gewoon dicht bij mij. Aan deze prachtige hangen van Tobi. Ja. Want als de zon voor jou en mij niet meer zal schijnen, als er geen hemel meer zou zijn, waar sterren stralen in de nacht, dan zou de romantiek voor ons voorgoed verdwijnen. Maar jij en ik, we weten allebei dat ze er altijd zullen zijn. Verlangen naar dat ene moment, als nooit tevoren. Hoe kan ik hem vergeten, die blik in je ogen? Hey, ik ben Katja en jullie moeten zeker luisteren naar de 10e en de laatste slotshow. Want die is super zo. Hallo, mijn naam is Sophie van de Sompel. Ik ben finaliste van Miss Belgium Beauty 2009. Mijn naam is Niels de Stadsbader, ik ben de Peter van Sophie in deze campagne en daarnaast ben ik ook Pim van Familie. En het zou heel leuk zijn moesten jullie luisteren naar de laatste en 10e aflevering van Tekst Radio Zomer. Alvast bedankt. Tot dan.